Vandaag het vervolg van de tocht van het GPTV-werkschip Klaas naar de zomerlichtplaats in Zoutkamp. In de nu volgende reportage is onze reporter Wibo van der Linden met zijn oude makkers Kees van Drongelen en Pim Korver op weg over de Zwemmer. Dat is de verbinding tussen het Burgermeer en het Lauwersmeer. Ierne bouwde 7:30 in de ochtend. De schipper gelooft in het goud in de mond van de morgen stond. Maar opstapper Kees van Drongelen moet daar nog een beetje aan wennen. Dat is niet mijn dagelijks routine. Dan moet ik, je hoort ook wel aan mijn stem. Moet ik eventjes opwarmen. Wat is jouw routine dan? Mijn routine is de wekker 8 uur vooruit zetten als ik naar bed ga. En dat is elke avond anders. Zodat ik 8 uurtjes slaaptijd. Juist. Dus de ene keer staat mijn wekker op 9 uur en de andere keer op 9:30, 9:30. Juist. Dus, geen 9-to-5. We zijn alweer gezegend met prachtig weer. Ideaal voor een tocht over de Kuikhornster Vaart en over de Zwemmer. Deze vaarroute is een van de rustigste en tegelijk ook gezelligste van Friesland. In de almanak wordt deze verbinding aangeduid als de Lits-Lauwersmeerroute. Ik geniet er altijd weer met volle teugen van als ik tussen de Friese meren en de Waddenzee koers. Je komt langs leuke dorpen als Zwaag-Westeinde en Westergeest. Proviandering is dus geen enkel probleem. Eerste bezienswaardigheid is de Bergumer elektriciteitscentrale. Die staat hier al 35 jaar. De ontwerpers hielden destijds goed rekening met de natuur. Ze planten nieuwe bomen aan en hielden de schoorstenen betrekkelijk laag. Er is toenemende bedrijvigheid langs deze route. Voorbeeld dit watervillapark. Ideaal voor actieve vaarders, want je springt gewoon vanuit je woonkamer in je boot. Maar ook voor de smallere beurs zijn er leuke mogelijkheden langs de Zwemmer. Caravanliefhebbers kunnen terecht op kleine boerencampings en bij grotere centra. Goedemorgen. Hoi. Dat is echt de Hollandse properheid, hè? Langs deze route vind je ook een behoorlijk aantal jachthavens. Handig als je wat langer wilt pauzeren voor een fietstocht, of voor brandstoftanken, of voor het verhelpen van technische probleempjes. Nu in mei is het water nog een beetje te koud voor het openluchtzwembad. Maar als u hier in de hoogzomer voorbij komt, nou, dan is het een gesparteld van je welste hoor. Mooi aanleggen midden in de natuur kan heel goed op deze route. De steigers zijn stevig en worden heel goed onderhouden. Ik vind trouwens dat Friesland sowieso een pluim verdient wat de aanlegplaatsen betreft. Overheid en particuliere organisaties zijn hiermee echt goed bezig. En als wij nou ook een beetje voorzichtig met die gastvrije steigers omspringen, nou, dan is iedereen tevreden. Onderweg kom je veel leuke mensen tegen. En soms dragen hun schepen interessante namen. Zo leerde ik bijvoorbeeld dat een ersvottel herinnert aan een schaarse watervogel, ook wel dodaars genoemd, of doekerke. De ersvottel komt uit de Pijn en die afkorting staat voor het dorp Op Einde. Schipper Hendrik de Haan en zijn echtgenote Tieten waren nog niet zo bekend met onze zender GPTV. Maar vanaf nu gaan ze kijken. En alle onderwerpen van GPTV, die komen ook op YouTube. Kijk, hebt u een computer thuis? Ja, hebben we niet. We zijn een beetje ouderwets. Oh ja. Maar wel een leuk bootje nog. Ja, en mijn vader nog. Ja, dat zie ik mevrouw. En u gaat ook graag mee mevrouw of niet? Ja hoor, ja. Ja, ja mooi. Ja. Ja, en hoe lang vaart u al? Nou, sinds
Ik ben ook 82 en sinds mijn... Ja, jij gaat ook je hele leven. Ik was nog een jonge man, 20 jaar, toen had ik een zeilboot, een zeilig. Ja. En langzamerhand dan krijg je, koop je zwart en dan bouw je zelf er wat in. Ja. En dan maak je er een mooie vakantiehuisje van, hè? Ja, zeven weken op het water ongeveer. Hartstikke niet achterheen, maar zo nu en dan een weekje. Ja, ja. En u bent gelukkig, want uw vrouw wil ook altijd mee, kennelijk. En mijn vrouw wil ook mee. Ja. Nou, mooi. Ja. Veel plezier. Ja, nou, dit komt op... Op GPTV. Even opschrijven. Met... Nee, ik ga uw naam ook even opschrijven. Dan moet ik er maar niet mee op, want ik ben een beetje gehandicapt. Nou, maar... Dan moet het echt. Ah, u ziet echt. U ziet was er... die een boel, maar is dat een centje? U ziet er nog hartstikke goed uit, mevrouw. Ja. Toch? Maar ze hebben een beetje een ongeluk. Ja. Maar u kan er goed op en af de boot klimmen? Gelukkig wel, ja. Ja. Nou, mooi. Ik wens u een mooie zomer. Ja, dank u wel. Zo langs de zwemmer vind je ook een paar plekken langs de oevers die ideaal zijn voor familie- en vriendenclubs. Dit is een voorbeeld. Zwimmers Heeg heet het hier. Nu is het nog rustig, maar in de zomer liggen er tientallen schepen met gezinnen die jaar in jaar uit samen een paar weken lekker vakantie houden. Mooi hoor, zo midden in de natuur. En toch leven in de brouwerij. En zo biedt deze vaarroute tussen Berghemmermeer en het Lauwersmeer echt alles wat een mens zich maar zou kunnen wensen. Van gezellig vermaak tot verkwikkende rust en dat in een prachtig afwisselend landschap. De Lits-Lauwersmeerroute. Ik geniet er zelf altijd weer met volle teugen van. Ja mensen, het is echt prachtig hoor, die zwemmer. Een parel van Friesland. En als je erin gelooft, kom je ook, als je hier bent, toch een beetje dichter bij onze lieve heer. Dit was Wiebo van der Linden voor GPTV in het mooie Friesland.